Leuk dat jullie kijken naar de allereerste aflevering van mijn nieuwe serie Van Kratje naar Sixpack. In deze serie ga ik mezelf uitdagen om binnen 2 maanden weer terug te gaan naar mijn oude lichaam. En hoe was mijn oude lichaam? Nou zo. En ja, dat was even een verschil vergeleken met nu. Ja kijk, ik wil niet zeggen dat het echt heel erg is, maar er kan gewoon verandering in komen. En dat is precies de reden waarom ik deze serie ben gestart. Vanaf nu komt er iedere woensdag om 6 uur een nieuwe aflevering online van deze serie. En ik ga allemaal verschillende dingen doen. Ik ga een keer langs een boxgym. Ik ga een keer een hele aflevering over voeding doen. Ik ga een keer uit zonder te drinken. Allemaal uitdagingen en challenges. Maar tussendoor veel sporten en vooral heel erg letten op mijn voeding. Want dat is echt jongens, dat is bij mij zo belangrijk, voeding. Ik denk dat ongeveer 80% waar mijn voeding is en 20% sporten, maar ik ga natuurlijk gewoon echt gewoon volledig focussen op mijn voeding en gewoon heel veel trainen. En ik ga jullie meenemen in het hele traject waarom ik dingen wel en niet doe, wat ik ga doen, hoe ik het ga doen. Ik ga letten op mijn eten, ik ga niet meer drinken jongens, allemaal uitdagingen, maar het gaat me lukken en ik heb er echt super veel zin in om er gewoon voor te zorgen dat ik weer gewoon het lichaam heb wat ik wil. Want ja, kijk, weet je, het is, als acteur is het ook heel erg belangrijk dat je gewoon in shape bent. Kijk, je kan natuurlijk niet in een film spelen en vervolgens de mooi boy moeten uithangen en dan je shirt uit doen en denken van ja, dat is een mooi zwembandje wat je daar hebt. Dus dat is reden 1, als acteur is het gewoon belangrijk om in shape te zijn. En reden 2, ik was vroeger gewoon een stuk fitter en getrainder. Ik had veel meer energie en ik merk nu toch dat als ik op het strand was in Ibiza bijvoorbeeld en ik trek mijn shirt uit, dat ik toch dacht van ja, weet je, het is niet erg, maar het kan gewoon beter. En dat is zonde. En alleen ik zelf kan ervoor zorgen dat ik gewoon weer terug ga naar het lichaam wat ik wil. En dat is wat we gaan doen. Maar vandaag gaan we richting Hidde. En Hidde is mijn personal trainer. Hij was een tijdje echt veel mijn personal trainer. Ik ging er 3 keer per week heen. Maar toen ben ik verhuisd naar Amstelveen. Toen ben ik meer bij Health City gaan trainen hier. Maar we gaan terug naar Hidde. En Hidde heeft een eigen gym genaamd Healthy Bastards. En daar gaan we heen. Omdat hij gaat zorgen voor een trainingsschema. Wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen? Hoe vaak moet ik gaan trainen? En hij gaat een voedingsschema voor me maken. En als we dat gaan volgen, dan hoop ik binnen 2 maanden gewoon weer helemaal rip te zijn. Dus jongens, let's go richting Haarlem. Aangekomen in Haarlem. En voor de mensen die altijd mijn vlog ook kijken, die weten, ik heb hier zoveel getraind ook jongens. Maar nu zijn we voor een ander doel hier, Wim. Vertel maar. We gaan een voedingsschema halen. Ja. We willen weten hoe dik ik ben. Ja. We willen weten hoe we van de kilo's af moeten. Ja. Plan schrijven dus. Plan schrijven. Mooi, mooi. Laten we maar gewoon naar binnen gaan. Kom op. Let's go. Daar zijn we weer. Hey! Hallo. Wie is maatje? Het is Billy. hoeveel... Ja, ik heb het net eigenlijk al gezegd, maar ik weeg nu 88 kilo, hè? Ja, je moet je ook naar je kop. De laatste keer dat ik me ging wegen. Ja. Echt. Ja, dat was 82 en toen hadden we nog het idee, oh, we moeten afvallen. Ja, echt lijp, hè? Was het 82 toen ik hier sportte? Ja, ik weet het. Maar... jij woog hetzelfde en ik ben afgevallen, maar jij bent gewoon 6 kilo aangekomen. Fucking dus hell. Eigenlijk het idee was dus van 82, laten we zeggen, naar weet ik veel, 78, zoiets, weet je wel, mooi, misschien 80, een beetje schoon. En dan kom je hier en dan bel je me op en dan ben je godverdomme 88 kilo pik! ja. Maar je bent er wel weer. Maar ik ben er wel weer. Ja, maar is het zeg maar mogelijk om binnen 2 maanden, want ik heb 1 december aangesteld. Ja. Als, oké, kijk, wat Willem ook al zei, gewicht is niet altijd. Nee, je komt ook iets meer. Ja, dus zeg maar, is het mogelijk om hier gewoon met een soort van half droog lichaam? Ja, sowieso. Oké, wat we dus gaan doen, we gaan dus gewoon 12 punten meten. Op basis van je gewicht en van je huidplooimeting kunnen we kijken. Wat je vetpercentage, wat is je spierpercentage en je lean body mass, dus gewoon eigenlijk de hele shebang. Dan is het gewoon goed trainen en dan is het gewoon de juiste dingetjes eten. Maar en voor jou, ja, maar kijk, let op, hè. We kunnen dus super gestructureerd eten gaan maken voor jou en dat soort dingetjes. Maar kijk eens, één dingetje wat voor jou heel belangrijk is, zo. Let op, hè. Dit zo. Gewoon niet eten. Nou ja, dit op de momenten dat je dus of bier, chips, alles wat troep is in je waffie wil stoppen, dan doen we dit. Oké. We gaan dus nu de, wat was het? De? Huidplooimeting. Huidplooimeting. Dus shirtje gaat uit. Shirtje gaat uit. Sterker nog, schoenen mag uit, broek mag uit. Alles! Oh, dit wordt leuk. Je mag je onderbroek aanhouden. Oh, mijn onderbroek gelukkig wel. Dat is fijn. Nee jongens, we gaan het even echt serieus goed meten. Ik heb natuurlijk een weegschaal die, zeg maar ook, die ook best wel veel... een weegschaal die ook best wel veel zegt over lichaamsvet en zo. Maar het is gewoon handig om wel eens een keer gewoon echt goed te meten met dat dingetje. Kijk, accuraat. Maar kijk, weet je, het is, als je zo staat, zeg maar, zie je, het is niet weg. Zie je, het is niet weg, alleen er zit echt een... Je ziet die vetlaag overheen, zie je dat? Zit gewoon, nee, maar dit is gewoon hormonaal fit, dus laat het hier veel open.
87,8, dat klopt wel, ja. Maar jongens, wat ik zeg, kijk, het is niet dat ik echt dik ben, maar het moet gewoon, het was beter. Het was gewoon echt beter. Gast, ik heb foto's van jou dat je er droger uit ziet te nemen. Die foto hier, die heb ik ook in het begin al laten zien. Die ene foto hier zo. Ja, daar moeten we terug naartoe, jongens, daar moeten we terug naartoe. Oké. Okay. Oké, je mag gewoon voor blijven kijken. Dikke hamster. Is de klem groot genoeg? Ja, is de klem groot genoeg? Nou, het is wel in die zin, het is makkelijker als mensen wat lager in hun vet zitten. Kijk, je vetpercentage valt echt nog wel mee, hoor. Hoor je dat, jongens? Het is alleen zo... Weet je wat grappig is? Mijn tepel is... Mijn tepel is dus ook zeg maar van een rondje naar een ovaaltje gegaan. Ja, dat zijn de biertjes. Maar nogmaals... Maar dit is wel grappig, want door die plooien, die pak, kunnen we ook gewoon kijken van goh, waar sla je het meeste op? En dat vind ik zelf ook interessant, want het zegt ook iets over je hormonen. En wat je eigenlijk de afgelopen periode een beetje gedaan hebt. Nou ja, ik vind vooral hieronder, maar dit zegt bijvoorbeeld ook iets over je gevoeligheid voor koolhydraten. Hoe meer je hier vast gaat houden, dat is een beetje de oestrogeengordel. Je ziet het ook bijvoorbeeld aan de tepels. En op zich, het valt nog wel mee, hè? Maar het is gewoon... Ja, wat ik zeg, we weten gewoon dat het... Ja, ontspannen, geen letspret, jongen. Oh, pardon. Kijk zo, dat is mooi, hè? Dan kun je precies zien waar ik het pak. Oh, deze dikke jongen er even op. Dikke jongen. Dit is wel echt leuk, dat je dus echt nu gaat, dat je het, ja. Dit maakt het proces ook leuker. Ja, dit maakt het proces leuker, ja. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik vind wel dat op het moment dat je hem, dat je dit doet, dan heb je wel wat accurater. Ja, precies, want op die weegschaal die ik heb, zeg maar, die, dat is ook een Tanita, dan kan je dan, jij zei het net, hè, dan geven ze het, dus, zeg maar, je hoeft niks vast te houden, maar het gaat een schokje door je lichaam, waardoor ze je lichaamsvet weten en al dat gedoe. Ja, en wat je eigenlijk een beetje krijgt, is dat je, op dat moment kan ik ook niet echt zien van, volgens die Tanita, van waar, waar zit nou, waar sla je nou het meeste op? Oké, nu komt het mooie. En boyka. Maar, wow. Ja, maar wat je dus wel merkt is hier, kijk, het is echt stug, ouwe. Het is hard, bedoel je. Ja, maar kijk, als je dit vastpakt, of je pakt het naar verhouding, pak je bijvoorbeeld de tricep, of je pakt de wang, of je pakt die andere. Kijk, ik kan hier, kan ik echt een plooi goed vastpakken. Ja. Hier heb ik echt moeite. Maar is dat zo'n opgezwollen buik? Nou, dit is toch echt gewoon de koolhydraat en alcohol? Ja, man. Nou ja, het is ook gewoon, kijk, overal waar je te veel van pakt, dat ga je opslaan. Maar hier, dit bedoel ik. Wat bedoel je? Nou, dit is gewoon je hoogste plooi. Je pakt een plooi van 39. Dat is echt wel... 39? 39! Als ik dit vergelijk bijvoorbeeld met je wang, pak ik een plooi van 12. Bij je borst pak ik een plooi van 22. Dan ga ik naar de zijkant. Die valt op zich nog mee, dus 24. Okay. Dan ga ik naar de unka. Dan ga ik dus eigenlijk naar de buik. Dan pak ik gewoon 39. Dus je ziet gewoon echt dat je hier echt veel meer net kan opslaan. Je ziet eigenlijk dat je... hoofd valt op zich nog wel mee. Ik bedoel, je hebt hamsterwangen, maar het is nog wel te doen. Valt nog wel mee dus. Eigenlijk bij je borst is op zich prima, daar kan wel wat van af. Tricep is redelijk droog, kan er wat van af. Maar het meeste waar je echt op slaat, je ziet hier echt, let op, 9, 12, 22, 19, 22, 17. Dan komen we bij die gordel, dan gaan we naar 24. En 24, dat is dus zeg maar... Dat is deze. Ja, dit meet dus zeg maar je vet. Dus het aantal millimeters wat er eigenlijk zit. En dan komen we bij je buik en dan gaan we in één keer naar 39. Dat is echt hoog, hè? Ja, dat is, ja, nou ja, weet je... Dat is echt hoog? Nou, het is wel... Laten we zeggen, het is niet nodig voor jou. Nee, dat is ook niet nodig. Willem, jij bent redelijk droog, toch? Ja. Laat mij alleen even zijn plooi bij zijn buik pakken. Dat zit, dan heb je ongeveer een mooie vergelijking. Zowel. Jij hebt 39 en Willy heeft 14. Oké, okay, dat is dus wel... Ik word gewoon uitgelachen hier. Nou, je knie, je zit echt laag erin, dus klein slaaptabletje, je slaapt lekker, hè? Ja, grappig, hè? Dus, dat is, als je weinig vet op je knie hebt... Als je naar verhouding weinig opslaat op je knie, zeker in tot je rest van je lijf, dan is het eigenlijk... Ja, ik zou je eens een keer een hormonaal artikeltje sturen. Dan slaap je dus goed. Dan slaap je naar verhouding best wel goed. Grappig, ik dacht dat ik slecht sliep. Nu weeg ik ongeveer 88 kilo. Ja. 88 kilo, waarvan dus... Ja, bijna 20 kilo is dus vet. En dat moet er dus in 2 maanden af. Nou, niet alles. Nee, maar... Het voordeel is wel, je bent en een man, en je bent jong. Nou ja, kijk... En je wil wat. Ja. Kijk, je hebt wat is dan het streven nu? Nou ja, wat is een goed streven? Als je zegt 2 maanden, hè, dus dan hebben we het over 8-9 weken. Dan zou je ongeveer een kilootje per week moeten afvallen. Dat zou prima kunnen, want dan heb je het over 150 tot 200 gram per dag, wat jij in principe zou moeten afvallen. Ja. Dat is niet heel gek. Dus in die zin is het realistisch, ja. Is er ruimte om te cheaten?
weinig. Ja, oké. Oké, Hit, maar zeg maar, hoe vaak denk je dat ik moet gaan trainen? Nou ja, ik denk dat wij hier gewoon 2 keer moeten aanhouden. Ja. Ik heb een schema gemaakt wat echt allemaal supersetjes. Dus we gaan echt krachttraining doen. Alleen omdat we die steeds achter elkaar gaan pakken, zal je iets hoger in je verbranding zitten. Ik zou je wel vaker willen trainen, maar dan moet ik het schema zodanig gaan aanpassen waar ik jou niet alleen in toevertrouw om echt zelf te gaan pakken. Ja. En je moet nadenken over die herstelcurve. Dus stel je voor maandag ga ik jou echt de dood in helpen. Nice, ja. Nou, dan heb je dus eigenlijk 3 dagen ongeveer hersteltijd nodig om daarvan echt dat je lijf ook daadwerkelijk gewoon kan supercompenseren. Ja. En dan zouden we een tweede prikkel kunnen geven. In de tussentijd zou je eventueel wel gewoon nog een box workout kunnen doen om even wat te verbranden. Ja. Pak maximaal 20 minuten en een half uur gewoon beuken en ga daarna lekker in het saunaatje zitten. Ja. Hit, bedankt jongen. Vanaf volgende week gaan we beginnen, want jij hebt nu een druk schema. Ja. Maar jongens, dan gaan we ervoor. We weten nu wat we moeten doen. We hebben een trainingsschema en een voedingsschema. Ja. Ik denk dat dit moet goed komen. Ja, maar we moeten ook even een boodschap en zo doen. Ja, we gaan ook een keer, dat gaan we in een van de volgende afleveringen doen. Ga ik samen met Hidde gaan we even boodschappen doen. En, misschien even dingetjes koken. Ik zal het ook even naar je doorsturen, dat je vast ziet van oké, dit gaan we doen. Ja. En ik wil dat je gewoon gaat trekken. Krijg van mijn app, ga je gewoon bijhouden even. Oh, ik dacht trekken van, je moet ook... Ja. Daar gaat hij, Wim. De eerste training deze week. Oh. Heb je er zin in? Ja, ik heb er wel echt zin in, jongens, maar... Ja, vanochtend moest ik ook ontbijten en ik raakte gewoon een beetje in paniek. Ik dacht, ja, wat moet ik nou gaan ontbijten? En ik moet dus nu ook op mijn voeding gaan letten. Ja. Dat is ook echt belangrijk. Ik had vroeger natuurlijk een sixpack, zoals jullie zagen. Maar ik wil gewoon weer terug naar een droog lichaam en een lichaam waar ik gewoon trots op kan zijn. Zo is het, jongen. Nou, let's go. Het eerste wat ik aantref in jouw auto. Ja, maar dit is niet van mij. Ik zweer het. Dus ook deze zeggen. Is niet van mij. Dat zou ik ook zeggen. Nee, deze was van Ella. Ja, ik zweer het. Ik zou Ella ook de schuld geven in dit geval. Sorry jongens, ik had net de microfoon in het verkeerde gaatje. Hij zat in het gaatje van mijn koptelefoon. Maar als het goed is, klinkt het nu wel goed. Mannen, dit is dus het begin, hè? Ja. En je hebt ook gelijk een zieke microfoon om het geluid goed op te nemen. Ja, en 4K. Maar jongens, vanaf nu 2 maanden lang alleen maar gezond eten en sporten. Gewoon niet meer eten. Zijn we er klaar voor? Je wordt al 80 kilo afgevallen. Ja, nou jongens, let's go. Dit is Hell City en Hell City is echt bij ons om de hoek. En hier mag ik altijd trainen, fucking chill. Maar ik ga voornamelijk ook in Haarlem bij Hidde trainen. Maar meestal op woensdag ga ik dan waarschijnlijk hier trainen en op andere overige dagen. Als ik niet bij Hidde ben. Dus jongens, let's go. Waar kan je dit? 15 keer. Huub. Ja. Hoop. Heb jij vertrouwen in dat ik 1 december onder de 80 kilo weeg en een goed lichaam heb? Onder 80 kilo lukt. Onder de 80 kilo? Oh, 180. Gewoonlijk is een 80 kilo. Je vroeg iets aan me, toch? Ja, ja, ja. Ja, kan wel lukken. Dus we hebben gezond eten en veel sport. Wat bedoel je, deed eerst niks aan sporten? Nee. Dus als je nu al 2 keer zou sporten, zou je ook... Niks aan sport. Ik deed wel veel sport. Ik heb het eigenlijk heel lang beneden. Nee. Ik heb natuurlijk heel lang tijdje beneden getraind. Dat is 1,5 jaar geleden, man. Wat voor corona. Nee, maar je hebt toch afgelopen tijd weinig gesport? Ja. Nou, dus als je nu al alleen eens sport en niet op eten gelet, zou je al 2 kilo afvallen. En als je op gaat eten gelet, dan nog 4 kilo erbij. Dus nou, dan zie je op 80. Minder ja. Dat sowieso, maar dat heb ik ook afgesproken. Ik ga het ook niet meer doen, hè? Ja, maar zou beter voor je... Ja, straks, hè? Ja, dat zeg ik. Alleen uitzonderingen. Ik kan het zeggen, jongen. Het gaat me gewoon lukken. Let op. 1 december, jongens. Jullie gaan versteld starten. Kijk, hier moet ik een voorbeeld aan nemen, jongens. Aan de geit of aan de sport? Aan allebei. Aan allebei. Wat dan? Gewoon. Ik zie dat jullie zo hard aan het trainen zijn. Ja, ik ben aan mijn kop, jongens. Zo ga ik meer dan 6 kilo verliezen, jongens. En krijg ik mijn sixpack terug. Zo! Holy ja, shit. Gekregen bij de action. Oké, jongens, wat ook goed voor je is, is boksen. Dus dat gaan we doen. We gaan boksen. Dat is goed voor je conditie en je wordt er atletisch sterk van. Toch, Wim? Ja, zeker. Dus Joris die is nog even op de loopband. Het is even warm hoor. Maar daarna gaan we boksen, jongens. Oké, jongens. Dan gaan we gaan boksen. En in een van de volgende afleveringen gaan we ook echt nog even naar een echte boxgym en een hele boxtraining volgen. Maar voor nu, even voor de conditie, gaan we boksen samen met Joris, de boxkoning. Welkom. Ik ben niet de boxkoning, maar... Oh, okay, maar dat dacht ik. Maar Joris, wat is het dan? Een minuut lang boksen? Een minuutje boksen, half minuut rust. En dat 10 keer? En 10 keer. Wij zijn niet bang, jongens. Let's go.
jongens, dit is vermoeiend. En we zitten waarschijnlijk nu pas bij ronde 4. Dus we moeten er nog 6. Oké, jongens, de eerste training zit erop. Hij was gelijk pittig, was een goede binnenkomer. Maar ik heb er zin in, jongens, echt waar. Ik heb er echt zin in om gewoon weer gewoon lekker in mijn vel te zitten. Een beter lichaam te hebben, weer gewoon energieker te zijn. Mijn conditie te verbeteren, want ook bijvoorbeeld met Creators of C. Creators of C is een, voor de mensen die nu helemaal nieuw is en mij niet kennen. Creators of C is een voetbalteam met allemaal verschillende YouTubers, influencers, acteurs, muzikanten. Noem het maar op. En ook daar heb je conditie nodig. En dat vind ik ook gewoon leuk als ik gewoon, gewoon betere conditie krijg. Er beter uitziet. Lijkt me gewoon heel fijn. Dus ik heb er echt hartstikke veel zin in. En ik ben heel erg gemotiveerd. En willen jullie nou dat hele traject volgen? Abonneer dan op mijn kanaal. Want elke week op woensdag om 6 uur komt er een nieuwe aflevering online. Dus jongens, abonneren allemaal. Abonneren! Dit was mijn allereerste week. En ik moet zeggen, jongens, ik vond het echt heel nice. Ik heb er echt van genoten nu al. En ik merk nu al verschil. Ik merk dat ik meer energie heb door wat ik eet. Dat ik veel sport. Alleen het enige is heel vaak dat ik denk van, oh, ik heb trek. Of ik wil naar Loetje. Of ik wil daarheen. Of ik wil dit even. Maar ik moet gewoon echt gefocust blijven. En gewoon discipline hebben, jongens. Gewoon eten wat ik moet eten. En over eten gesproken, jongens. In de volgende aflevering ga ik samen met Heren boodschappen doen. En laat ik jullie zien wat je moet gaan eten. Wil je gaan afvallen? En wil je een sixpack krijgen? Dus vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie de volgende keer bij een nieuwe aflevering. Later!